Aan het plafond hangen lichtbakken. Achter iedere lichtbak een speakerbox. Het moet daar behoorlijk lawaaiig zijn. In nachtclubs bezorgt haar de muziekje een smoes om dichter dan normaal tegen onbekenden aan te kruipen. Onder het mom dat je iets wilt zeggen. Hier wil niemand iets zeggen, tenminste niet tegen de mensen naast ze. Ze gaan iets zeggen tegen hun volgers. Rechts een inham met deuren, er staat een groepje van 3 mannen voor. Eentje heeft een modieus getrimd baardje. Voor hem een meisje van 1 jaar of 9 met een roze strikje boven op haar hoofd. Ze moet ergens opstaan, zolang ben je niet op die leeftijd. Ook al zie je alleen haar linkerarm, het is duidelijk dat ze beide armen gekruist heeft voor haar borst. Dat kun je doen omdat je nou eenmaal je armen ergens moet laten, maar wat ook kan, dat je er vreselijk de pest in hebt. Heel afkeurend kijkt ze, een mondhoek misprijzend opzij getrokken. Ze heeft een ideaal standpunt, ze torent boven iedereen uit en toch maakt ze geen opnames met haar telefoon. Daarin is ze zo'n beetje de enige. Veel moeite kost het me niet me in haar te verplaatsen. De kleren die de modellen dragen zien er niet wild creatief uit. Is dit echt een modeshow of kijken we naar de presentatie van een nieuwe serie robots? Die beter hun evenwicht kunnen houden dan de vorige serie. Nu dat op orde is, zijn de gezichtsuitdrukkingen aan de beurt. Daar was er nog even niet van gekomen. De volgende generatie zal een scala en stemmingen kunnen uitdrukken. Maar alle gekheid op een stokje. Waarom kijken modellen altijd of ze niet weten waar ze hun gezicht moeten laten? Om geen aandacht af te leiden van de kleding, heet het. Op mij heeft het zogenaamde neutrale kijken het tegenovergestelde effect. De gezichten maken geen ruimte voor de kleding, ze gaan er juist voor staan. De mooiste kleren aan en dan zo wezenloos kijken, veel verder kom ik niet. Net zoals zachtjes praten in gezelschap. Het mag bedoeld zijn om de anderen niet te storen, onwillekeurig spits je je oren om op te vangen wat er gezegd wordt.